Goedemiddag, ik ben Balbos. Ik ben beuren op werk. En dit is Sarah. En die gewoon is direct mooi aankleden met urke kleertjes. Mijn ouders liepen ook in dracht, allebei, mijn vader en mijn moeder. En van hun heb ik het de liefde meer gekregen voor de dracht. En vaak zie ik de les tijd veel besturen komen wat eigenlijk. Denk ik, nou, dit is geen arke goed. En daarom laat ik jullie nou zien, samen met Sarah, hoe je arke kleertjes aantrekken. Je kunt je wel zien op de bank, daar ligt al het goed. En met een kanger ben je wel 15 en 20 onderdeeltjes. Dus wij hebben wel even werk. We beginnen met de borststrok. Dat is een soort zwart jessie met design mouwtjes. Die mouwtjes die komen ze direct heel mooi uit de milde. Trek maar aan, Sarah. Dat doen we van vuren vast met een paar haakjes. Sarah is 5 jaar. Oh nee, je bent nog geen 5 jaar of wel? 4. Sarah is 4 jaar, ze zit in groep 1. Van de Wilhelmina school. Ze is een nichtje van me. Dan beginnen we met het borstlapje. Dit is een rood borstlapje en daar zien we ze direct door een mildertje in. Ik heb al deze kleren zelf gemaakt en het mildertje is helemaal origineel. Met de mooie bandjes, met de siebelingen onder de mouwtjes, met hier in deze verdikking. Dat nemen we de worst. En dan bleven ze direct een rukking dat van achteren de plooit is mooi op hangen. Met een milde worden allemaal gleufjes in genaaid. En in die gleufjes wordt rietendom. En denk je, nou, wat zal dat rol zitten? Maar dat zit echt lekker, want ik heb mijn dracht ook vaak zat aan had. En dat voelt net, dat voelt lekker stevig. Nou, dan gaan we nu eerst de borstlapje doen. Dat maken we hier aan de borststrakje vast. Met een spelde. Mijn moeder denkt het niet met een spelde, want dat doet ze zo met haar hand vast. Ik zie het er zo nog doen. Maar wij doen het even met de spelde, dat het niet afzakt. Dan laat ik jullie zien de onderrok. In de bovenrok. Van vuren wordt zo'n rakkie zonder plooien gemaakt. Dus glad. Hier is een opening in de spoort dat ze direct met er eentje bij deze kind kan. En ik heb net verteld wordt de borst verdiend. Nou, als je direct het rakkie aan hebt, de twee rakjes aan hebt, kijk dan rust dat rakkie op de borst. En dat is en dan waait het zo mooi uit. En dat is heel mooi. Voor de kinderen gebruiken we zelf, dit is toevallig een effenrakje, maar momenteel ben er mooie stofjes te koop. Ik heb dit pakje gemaakt toen ik vorig jaar in de lockdown, toen zag ik mijn doos met lepstone en toen heb ik dit pakje gemaakt. Mildertje nou. Nou, het wordt al helemaal echt, dat zie je wel zeker. Wil je dit zo even vasthouden? Zo, ja. Nou, dan gaan we nou je rukje, eerst je witte rukje aantrekken. En zoals jullie zien, ook weer glad van vuren en van achteren de plooitjes. Hupsakee, om je oogje. Even kijken of ik het haak in oogje nog los heb. Even kijken, nog hier, dan zit het nou in je oortje. Dat is ook wat. Ja, het is los. Doe je handjes er maar duur. Zo. Van vuren de gladde kant. Kijk, en dan gewoon dit nemen ze van hun milde, de tipjes. De tippen. En dat komt dan weer boven de twee rakjes. En dat rakje, dat zit ook gewoon weer met een haak in oogje vast. Het is een maat op de gru, want ik heb van vuren er een
plooitje in de maag. Dus als ze wat dikker wordt, kan het plooitje zo los. Dit, ik heb net verteld van de was, dat zit van achteren. Maar nu moeten wij het bovenrokje nog doen. Dus we laten dit nog even los. En dan doen we eerst dit rekje dan. Dit is een mooie rekje. 1, 2, hup. Een hupsakee. Ja. Ja, juist. En dat komt ook dan weer onder de tippen van de milde. En dan maken wij dat weer met een haakje een hoogje vast. Even draaien. Nou, zoals jullie zien, hoe mooi of dat rekje van achteren valt. En dan doen we het mildetje dicht. Of je met een bandje. Daar doen we de kuperen oogjes die aan het mildetje zitten. Zo. En dan trekken wij dat gewoon zo lekker aan. Zo doen we de bandjes erdoor, de beentjes. Af en toe dan praat ik vreemd. Maar dat geeft niet. Even kijken hoor. Nou, ze is toch nou al mooi en officieel. Kijk eens hoe mooi ze nou al is. Prachtig. Mooi, hè? Nou doen we de kreplep in noemen. Ik heb dit krep in de maakt. En ook van een klein lepje dat nog bij mijn kleine lepjes lag. En er eigenlijk een levensboompje op borduurd. Zo'n levensboompje wordt vroeger borduurd als er iemand ging trouwen. En die had dan zo'n wit doekje van achteren. Dus ik heb weer een klein beetje traditie terug laten komen. Nou, zullen we deze nog maar doen? Ja, vind je die mooi? Nou, kom op. Ze kiest voor de blauwe. Nou, dan zitten daar ook weer de haken en oogjes aan de kant. En die doen we daar zo vast. Ook weer met die haken en oogjes. En dan draaien we het kreplepje. En dan zit hier een lusje, een bandje. En van achteren zit het lusje. En dan pakken we deze kant. Het bandje duurt het lusje van achteren. En dan trekken we het naar een kanger toe. En dan pakken we het zo naar een kanger toe. En dan trekken we het aan. En dan pakken we dat beentje, maken we vast. Onder de tippen van de milde. Dat doen we onder de tippen van de kreplepje. Nou, kijk, dat is de dissekie. Even vergeten. Dat doet ze de rolletje, de snoepjes in. Ja. En dan krijgt ze nog een mooi boezeltje voor. Kijk eens even aan. Kijk eens even aan. Trekken we dat ook lekker strak aan. Doen we met een speldje vast. Nou even. Normaal maken we dat gewoon op maat. En dan. Nou, dan. Is er. En doen we het kapertje op. Dit nemen ze een kapertje. Dat heb ik gemaakt van dezelfde stof als een rekkie. Dit is echt erks van vroeger. Zo hoort het eigenlijk. Maar als ze dan wat groter binnen. Dan. Kregen ze een ulletje op. Mooie krooltjes met een sletje. Draai hem er even om. Kijk eens even mooi of ze van achteren is. Ze heeft ook zo'n prachtig mooi oor. Nou, dan doen we de oren maar weer voor. En als het dan erg koud is, dan doen we er een doekje om. Dat nemen we op zijn ergens een servietje. Kijk, en dan is er nekje is lekker warm. En zo gaat ze booskippen doen. Doeg, Sarah. Doeg, Sarah. Het is de daagse drags. Zo lopen ze overdag. En nou gaan we nog even laten zien wat de Sunnische dracht is. Met een mooi zwarte boezeltje. Nou, we doen er nou even een mooie witte doekje aan. Want het is zondag. Hè? Ja, het is zondag.
noem het even een mooi witte doekje aan. Ik heb nog een oud speldje voor ik nog te trekken van achteren aan het doen. Dan gaan we even een mooie witte doekje nog maar doen. Even. Ja, kom maar. Draai maar even naar mij toe. Wacht maar. Kan ook wel even. Mooi kanten doekje. Hé. Oei, oei, oei. Nou, of je naar een bruiloft moet, zo ligt het wel in zo'n mooi woordje. Hé, mooi doekje. Witte doekje, dat is geplooid. Dat heb ik al allemaal voor de thee te doen. En dan in plekken van dit boezeltje, kreeg ze nou een mooi zwart boezeltje voor. Dat is ook heel speciale maat. Met aan de bovenkant zij, het wordt mooi geplooid. Er zitten speciale steekjes op. En dit nummer is een spiegelbaand. Ik heb niet de hut gevonden, ik heb dat niet de... Maar zo wordt het van ouds en eind. Nou, we gaan het nou even een zwarte boezeltje voor doen. Oei, 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 wat wordt ze nou mooi, hè? Ja. Maar er horen ook nog aakjes op de boezel. Of in zilver of in het goud. En die worden dan op de maat, op de spiegelbaand genaaid. Maar ik heb nou even een paar aakjes op een stukje los spiegelbaand gemaakt, omdat ik niet zo goed wist. Nou, en zo is het zondag. En zo gaat Sarah zondags naar de kerk. Ja.